selectie moet nu even hun mond houden. En op PEC willen laten zien dat we niet afgeslacht worden. Na een goede derde periode te hebben gedraaid, stond NAC vandaag tegenover Jong Ajax. In een wedstrijd waar ze niet al te snel op willen terugkijken. De wedstrijd eindigde in 2-6 voor de Amsterdammers. En dit waren de reacties van aanvoerder Cuco Martina en trainer Peter Hiballa. Verdedigend was het totaal slecht, zo wie eigenlijk in alle wedstrijden. Alleen dat deze voorhoede van Ajax natuurlijk Eredivisie waardig is. Dat moet je heel duidelijk zeggen, dat is de beste voorhoede in deze divisie als ze met deze spelers komen. Alleen PEC Zwolle heeft het misschien nog een beetje hetzelfde niveau. En we kunnen heel slecht verdedigen, we komen niet aan de bal, we komen altijd te laat. Of ze met 4-5 of met 8 speelt. En dan was het heel makkelijk. We konden het niet in één lijn corrigeren, omdat ik aan de bal vond ik het helemaal niet zo slecht. Ook in de eerste helft hebben we zo'n paar passpelen gelaten, dat was oké. Maar die kwaliteit die Ajax in de voorhoede heeft, die hebben we niet in verdediging dan op 6. Ja, dan kom je, dan hoop je nog dat de keeper nog misschien wat corrigeren kan. Dat was ook niet en dan staat het heel snel 3-0. En dan wordt het natuurlijk psychisch ook moeilijk. Merk je dan dat voor de jongens ook dat het kwaliteitsverschil groot is? Je weet dan zodat ook dat ze ook toptalenten hebben. Spelers met heel veel kwaliteiten. Super slim. Dus dan weet je ook wat, dat je achter de feiten snel komt als je niet scherp verdedigt. En ze waren stukken beter, vooral in de laatste fase. Zie je wat dat ze altijd met een meermans situatie creëren natuurlijk. Op de middenveld en ook in de box natuurlijk. Waardoor hun alle tijd de bal natuurlijk kort bij zich houden en scoren natuurlijk. Ja, het is zo. Wat zou ik daar nu over zeggen? En op de andere kant moet je niet 4-0 helemaal kapot spelen laten. Je moet ook een beetje strijd laten zien. En niet alleen strijd op tactische vermogen, maar natuurlijk als we vrijdag tegen Jong Ajax spelen, hebben we natuurlijk een veel, veel grotere kans als ze hier met onder 17 komen. Daar is natuurlijk onze kans groter te winnen, maar dat hadden we tegen Jong Utrecht niet, omdat de club dat verslapen heeft. En nu tegen Jong Ajax, die kwaliteit komt maar veel te kort. De derde periode was afgelopen week voorbij, hoe kijkt u daarop terug? Ja, dan hebben we wel goed gespeeld, also we hebben heel veel gewonnen. Ik denk nog altijd dat Almere die pakt, omdat ik denk dat ze tegen Jong Utrecht winnen. Maar we kijken, als we die derde periode winnen kunnen nog, dan is het natuurlijk, dan zijn we bij de play-offs. Of proberen we ook nog bij de play-offs te zijn. En verder. Ja, hoe zit dat binnen de selectie? Zijn die misschien een beetje gespannen voor het resultaat van Almere? Weet ik niet. Die selectie moet nu even hun mond houden. En op PEC Zwolle laten zien dat we niet afgeslacht worden. Stiekem wel, maar wij moeten niet focussen op dat. We moeten gewoon wedstrijd blijven winnen natuurlijk. En ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk punten kunnen pakken. En als we de periode pakken is het fijn natuurlijk. Dan is het een opluchting wel, maar we moeten gewoon punten blijven pakken. En het proberen om zo hoog mogelijk te eindigen op de ranglijst natuurlijk.